moskee. Misschien zaterdag? Nee, dan moet ik naar de synagoge. Zondag? Dan moet ik naar de kerk. We kunnen ook nooit afspreken. Altijd die verplichtingen. Goedemorgen. Ja, echt vader dat we jullie dag klaar kunnen spelen. Ja. Altijd die kerken. Ja. Moskeeën. Maar wat nou als we een gebouw maken waar alle geloven in zitten? Ja. Ja. Ik ga meteen vragen aan mijn rabbijn. Ik aan mijn imam. En ik aan mijn dominee. Vraag u, kunt u het goed vinden als we een heel groot gebouw maken waar de alle geloven in kunnen? Nee, dat is gewoon een slecht idee. Gewoon nee. Oké. Nou, gewoon slecht. Meneer, ik kan nooit afspreken met mijn vrienden, dus we hadden een idee dat we alle geloven in één gebouw konden doen. Nee, dat vind ik een heel, heel slecht idee. Nou, ik ga weer. Ja. Mijn vrienden en ik kunnen nooit afspreken omdat ze naar de kerk en de moskee moeten. Maar als we nou in één groot gebouw alle geloven doen, en dan kan je daarna in één keer afspreken of daarvoor. Nee. Vind ik echt geen goed idee. Dit is jullie miniatuur. Ja. Dat klopt. Maar we hebben al neergeslagen, weet je wel. Eigenlijk wel, maar we kunnen het wel gaan proberen. Ja. En ik wil het wel belonen dat ze zo hebben doorgezet. Ja. Kunnen het lukt. Oké. Okay. Ja. Eigenlijk vind ik het wel goed dat ze hebben doorgezet. Ja, ze hebben eigenlijk wel hun les geleerd, want met doorzetten kom je best wel ver. Ja, ze zouden wel goed voorbeeld kunnen zijn voor andere mensen. Voor de hele wereld. Juist.